We zijn hier vandaag omdat we vandaag op een van de 10 Doe Even Gezond scholen in Dordrecht de drinkwatercampagne hebben afgetrapt. Het is een ontzettend belangrijk project omdat wij hiermee proberen te realiseren dat de basisschoolkinderen een gezonde en actieve leefstijl aannemen. En daarbij hoort onder andere veel bewegen. Maar los daarvan is de gezonde leefstijl ook belangrijk als het gaat om voeding en om drinken. En met de campagne Drinkwater proberen we te stimuleren dat er bij het sporten ook water gedronken wordt. Dat is uiteindelijk de meest gezonde keuze ten opzichte van de ongezonde sport en zoete drankjes. De kinderen vinden eigenlijk altijd alles heel erg leuk. En in dit geval, ze krijgen een bidonnetje en ze mogen bij het sporten water drinken. Dus dat is alleen al leuk. Mei is een landelijk programma van de Nationale Straatvoetbalbond. Dat noemen ze dan de Nationale Straatvoetbaldag. En wij lokaal organiseren die dag. En voor ons is het een kick-off moment voor de Blok-to-Blok League. En we hebben daar een gezondheidsthema aan vastgeplakt. Dus het is ook nog een keer de kick-off voor de watercampagne voor jongeren. Nou, we hopen in ieder geval bij jongeren een stukje bewustwording te creëren. Dat ze sneller water gaan drinken in plaats van een zoete drank pakken. De blikjes energiedranken die zijn vrij populair. Wij hopen wel een stukje bewustwording te creëren dat ze meer water gaan drinken. Ja, of dat het uiteindelijk aanslaat, dat moet de tijd uitwijzen. Bij het uitdelen van de waterflessen sloeg het zeker aan. Die ging hard. Vandaag was de laatste les beweeggribbels. Beweeggribbels is een les voor peuters met hun ouders, dus een oude kindactiviteit. Vandaag was de laatste les en vandaag was het thema water. De kinderen die nemen vaak wat te drinken mee en een koekje. En het is gewoon wel goed om ze bewust te maken van dat water drinken dan belangrijk is en hoort bij het sporten. De doelgroep waar wij vanuit Doe Even Gezond op inzetten is naast de kinderen op de locaties, zijn dat ook de ouders, maar zijn dat ook de vindplekken in de wijk, dus waar de ouders met jonge kinderen komen. Dan kun je denken aan het consultatiebureau, de peuterspeelzaal, kinderdagverblijven, waar we dus actief op inzetten. Maar we hebben ook bijvoorbeeld voor moeders of ouders een workshop ontwikkeld waarbij ze waterkaraffen versieren, zodat ze die ook thuis actief kunnen gebruiken als steuntje om thuis ook water te drinken. Nou, om de medewerkers te ondersteunen op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven hebben wij vanuit Doe Even Gezond een heel factsheet ontwikkeld. Met daarin naast het water drinken knutselspelletjes, beweegspelletjes. We hebben een boekenlijst van de bibliotheek hier in Dordrecht met voorleesboekjes die allemaal gaan over het thema water. En zo bieden we hen een soort van structuur en ondersteuning hoe ze het thema wat levend kunnen maken in de dagelijkse praktijk.